Hoi, Tati. Hoi. Nou ja, ik ken je natuurlijk al, maar mijn kijkers misschien niet. Dus kan je even kort iets over jezelf vertellen? Ik ben Katinka van Sprundel, 27 jaar. En mijn eerste boek, De Vrouwen van Meerdin, is eigenlijk sinds juni net uit. Ik werk als tekstschrijver en als redacteur. En in mijn vrije tijd doe ik aan allerlei hobby's, zoals boogschieten, zoals muziek maken. En ja, creatief bezig zijn. Veelzijdige talenten dus eigenlijk. En een kersverse schrijfster hoor ik. Ja. Wat is je eerste boek? Ja, De Vrouwen van Meerdin is in juni uitgekomen. En moet ik iets vertellen waar het over gaat? Nou ja, heel graag. Het is eigenlijk een, het is gebaseerd op oude mythe uit Wales, de Mabinogion. En het gaat over een meisje die op daar, op een jonge leeftijd verliest haar ouders en haar land aan de andere wereld. En ze gaat in dienst bij een koningin 7 jaar lang met het idee van als die 7 jaar om zijn, dan gaat die koningin mij helpen om mijn land terug te winnen. Maar goed, daar begint het boek en daar gaat het eigenlijk ook meteen grondig mis, want ze wordt verbannen naar een eiland waarvan wordt gezegd dat het spookt. En daar ontmoet ze allerlei nieuwe vrienden, bijzondere wezens en hoopt ze een manier te vinden om haar vader en haar land te bevrijden. Oké, dus valt wel echt in het fantasy genre. Het is echt fantasy, het is meer semi-historische fantasy en echt ook gebaseerd op legenden en sprookjes. Oké, dus leuk. Minder high fantasy, maar meer Ja, eigenlijk echt, het zou gebeurd kunnen zijn, want het is gebaseerd op legendes. Ja. Oké, nou, klinkt leuk. Hoe ben je op het idee gekomen voor dit verhaal? Ben ik eigenlijk van kleins af aan al dol op sprookjes, mythes, sagen, al die oude verhalen. En ik heb mijn scriptie voor mijn studie literatuurwetenschappen heb ik gehouden over de Mabinogion. En goed, dat was dan een hele leuke, maar gorddroge tekst. En ik zat te bedenken, daar wil ik wat mee. Spannender maken. Ja. Echt een gaaf verhaal. Mensen gewoon de legende leren kennen, maar tegelijkertijd ook gewoon geëntertained worden. Ja, dat was een beetje mijn insteek. En toen ben ik daarmee begonnen en gewoon eigenlijk gaandeweg verder gaan verzinnen. Oké. Dus, verzin je terwijl je schrijft of heb je van tevoren al een beetje het boek in je hoofd? Meestal heb ik wel een begin en een eind. En ook een middenstuk. En gaandeweg vul ik dat dan voor details, vul ik dan tijdens het schrijven in. Oké, dan brei je het zeg maar aan elkaar. Ja. Oké, interessant. Waar haal je nou de meeste inspiratie uit? Doe je dat zelf uit andere boeken die je leest, of wat je om je heen ziet, of misschien een auteur? Eigenlijk inderdaad van alles. Ik ben vooral dol op dus die oude sprookjes. Dat zegt eigenlijk al genoeg. Dus als ik weer een nieuwe vind, dat blijft altijd in mijn achterhoofd hangen. Ik heb ook zoveel gelezen, sommige thema's. En dingen die denk ik, daar wil ik nog steeds een keertje uitwerken. En soms gebeurt het spontaan, krijg ik weer ineens een idee van, dat zou ik willen doen. En soms ook, als ik bijvoorbeeld muziek luister of dit soort folkmuziek, dan denk ik van, En ik heb niet echt een vaste inspiratiebron. Eigenlijk ook van alles wat er om je heen gebeurt. Ja. Oké. Wat vind je het leukste aan schrijfster zijn? Dat ik gewoon ongelooflijk veel kan verzinnen en dat mensen die onzin gaan lezen. Dat vind ik een hele goeie. Mensen lezen onze onzin ook. Hartstikke bedankt, jongens. Nee, maar dat is inderdaad, ik heb dat zelf ook wel hoor. Want je verzint iets en dat vind je zelf heel erg leuk. Maar als andere mensen het dan ook wel leuk vinden, dat maakt het extra gaaf om schrijver te zijn. En vaak ook als ik bijvoorbeeld een idee heb voor een verhaal, dat vertel ik dan in eerste instantie heel grof. Het verhaal aan iemand en die kijken ze me echt aan van wat heb jij nou weer verzonnen? Maar op het moment dat ze dan gaan lezen denken ze, wie het zegt. Ja. Maar ik ben misschien niet zo goed een pitje. Oké. Nee, je deed net wel aardig hoor. Daar heb ik op geoefend. Oké. Wat is de beste schrijftip die je zelf ooit hebt gekregen? Dat vind ik zelf lastig, want ik heb een hele hoop tips gekregen en ook een hele hoop tips gelezen. En een van de beste dingen is nog steeds gewoon blijf heel veel lezen en blijf schrijven. Ja. En juist lezen om te ontdekken van, wat vind ik leuk en wat vind ik niet leuk. Want je moet eigenlijk altijd blijven schrijven waar je hart ligt. Ja. En het voordeel is dat juist als je heel veel leest, dan kun je zeggen van, dit boek vind ik leuk, want... Maar je kan ook zeggen, dit boek vind ik niet leuk, want dit. En zo kun je heel duidelijk ook bij je eigen schrijven merken van, En daar leer je eigenlijk weer van anderen van. Iedereen staat op de schouders van reuzen. Ja, dat is mooi gezegd. Ja. Nou, je boek klinkt in ieder geval ontzettend interessant. Dus zou je er voor mij in willen signeren? Oh, tuurlijk. Oké. Een hardcover of een paperback? Ga ik voor de paperback. Top.
heb, ga ik jullie natuurlijk vertellen wat ik ervan vind. Tot de volgende keer. Doei!